Ja, bij mij nog steeds aan tafel Ankie van Brugge en Leo Visser. Ja, toen jullie hoorden over corona, wat dachten jullie toen? Leo, kan je me daar wat over vertellen? Nou, ik hoorde eerst over corona van mijn broer, die woont in China. Ja. En het was al half januari. En toen begreep ik dat het een heel groot ding daar werd. En toen was ik toch wel bezorgd. Ik denk, dat gaat niet goed als dat in China is. En dan komt dat mogelijk de wereld over. En toen dat in Italië kwam, wisten we het ook dat, dat we er niet van gevrijwaard zouden worden. Dus toen hebben we al maatregelen genomen om te kijken van, als dat ons overkomt, wat betekent dat dan? Precies. Oké, dus je maakt al een beetje... We zijn bezig klaar met plannen maken. Ja, Ankie, was dat voor jou? Nou, iets later. We hoorden er wel van, maar het was nog ver weg. En we dachten dat het zal wel meevallen. Ja. In februari was ik zelf op wintersport. Toen kwam het al wel wat dichterbij, maar was het nog niet in Italië niet zo groot. Was niet in Italië op wintersport? Nee, zeker niet. Okay. Nee. Maar ik ben wel in het ziekenhuis terechtgekomen in Oostenrijk. Ik heb een ongeluk gehad. En nou ja, goed, dat is allemaal niet zo heel belangrijk. Maar toen kwam ik terug in Nederland en toen wou de arts mij geen hand geven. En zei ja, ze vanwege de griep. En toen dacht ik, dit is niet de griep. En daarna is het echt heel snel gegaan. En toen drong het ook in alle hevigheid door van dit gaat echt groot worden. En dit is heel erg bijzonder wat er gebeurt. Heel, precies. Heel surrealistisch haast. Hè? Ja, want wat veranderde er voor jullie, Leo? Kan je... Nou ja, in het begin is natuurlijk heel veel onbekendheid. Maar je wist wel dat mensen er heel ziek van konden worden. En dat ook oudere mensen daar heel veel ziek van konden worden. En omdat wij met heel veel vrijwilligers werken die in de winkels, waren we daar heel erg bezorgd over. Dus hoe gaan we daarmee om? Wat betekent dat dan? En hoe moeten we dat doen? Ja. Maar ook in de landen. Wat betekent het voor de landen? Wat betekent het voor onze reizen? En nou ja, dus heel veel vragen impact, en heel weinig antwoorden op dat moment. Ja, heel veel onzekerheid. Heel veel onzekerheid, ja. Ja, want eerst leek het erop dat het virus alleen in Azië en Europa rondging. Maar dat was toch niet echt het geval. Nou, en we dachten dat het heel kort zou zijn. Ik denk misschien een paar weken. En dan gaan de kerken weer open. En dan hoef je niet meer thuis te werken. Precies. En dan ga je elkaar weer hand geven. En dat was niet zo. Het duurde steeds langer dan wij gedacht hadden. Precies. Ja. Ik dacht ook van, na 2 weken dan pakken we het allemaal weer op. Ja. Maar mooi niet. Nee. Een jaar later zitten we er nog steeds. En helaas. Maar en waar werden Dorcas en Red een Kind eigenlijk het hardst in getroffen? Wat kwamen jullie tegen? Nou, wij werden natuurlijk allereerst getroffen in onze inkomsten. Dus er waren 2 effecten. 1 in de landen, waar we een heleboel dingen niet meer konden doen, omdat de boel op slot ging. Dus dat was 1 effect. En het andere effect was dat we onze inkomsten achteruit liepen omdat de winkels dicht gingen. En dat had een dramatisch effect. Dus we moesten wel heel snel schakelen om dat zowel de programma's weer op gang te krijgen. Ja, want hoe doe je dat dan? Hè? Ik bedoel, dan moet je meteen ook weer ingrijpen in de situatie. Ja, dus we hebben eigenlijk ineens een nieuw plan gemaakt. Okay. Een nieuwe begroting gemaakt. Wel heel veel gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen. Dat was dan ook alweer. Elk nadeel heeft zijn voordeel, wordt wel eens gezegd. Ja. En heel veel gebruik gemaakt van zeg maar online. Ook in landen waar dat tot nu toe helemaal niet gebruikelijk was. Waardoor zeggen, je toch bepaalde verbindingen weer kon leggen met mensen die je wilde helpen. En waardoor je ook weer de programma's toch weer aan de gang kreeg. Ja. Dus het was wel heel hard lopen en heel hard schakelen in die vooral in die eerste weken, eerste maanden. Ik kan me voorstellen dat dat pittig is. Ja. En hoe was dat dan voor Red en Kind? Merkte je daar gevolgen? Ja. Nou, we hebben dan 2 winkels die vrij klein. Dus dat was niet een heel groot ding voor ons op dat moment. Maar wij moesten ons programma's heel snel omvormen. Red Kind werkt heel veel groepsgewijs met zelfhulpgroepen. En ook sponsorkinderen die op scholen bijvoorbeeld hun correspondentie zijn. En dat kon allemaal niet meer. Dus, en de nood was ook heel anders. Ja. Eerder dan werk je met groepen samen. En die gaan dan dingen doen. Maar nu leden mensen honger. En wat ook in Afrika waren de maatregelen ook meteen heel snel van kracht. Precies. Daarom. Ja, want daar hoorden we vanuit Afrika en India hoorden we nog niet zoveel over corona, maar wel over de maatregelen. En wij gingen hamsteren en voorraden aanleggen. En dat hadden ze dan. Mensen bleven thuis, hadden geen werk, geen inkomsten, geen eten. Ja, heeft jou daarin ook iets geraakt, die situatie? Of was er iets anders waarvan je dacht, nou dit... Ja. Nou, vooral de bezorgdheid. Dat wij dachten, als het daar losbarst, dan is het echt een verschrikkelijke ramp. Echt nog erger dan hier. Het besef ook dat je in Nederland nog wel heel veel kon doen om de gevolgen te verzachten. En, dus wij waren echt heel erg bezorgd en we dachten, dit gaat echt helemaal mis. En dat gevoel staat mij nog heel erg bij.
voel je ook machteloos dan misschien wel. Hè? Het is een beetje boven je... Het was zo groot. Onmacht, ja. Ja, en ik had ook heel sterk gevoel, God doet iets met de wereld, ook om iets te leren. Maar ja, degene die daar weer het hardste door getroffen, dat zijn weer de allerarmste, dat zijn de kinderen. Dat zijn de allerzwakste die al zoveel hebben. Nou, wat Edwin daar ook net zei, dat het komt een... Die klap komt er nog eens bovenop. Ja, precies. Leo, hoe ervaar jij dat? Dat zagen wij ook. En wij zagen het eerst aan de ouderen. We werken in drie delen van de wereld, zeg maar, Midden-Oosten, Oost-Europa en Afrika. En we zagen het allereerste in Oost-Europa dat heel veel ouderen overleden heel snel. Dus we hebben daar het Adopt the Granny programma en heel veel mensen overleden. En daar kwam het wel dichtbij. En op een gegeven moment ook mensen die je kent. Hè? Dus in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Ik was daar net geweest, net voor de corona. En had ik in Aleppo, waar natuurlijk die burgeroorlog in Syrië heel erg heftig is geweest. Daar kwam ik, hebben we een heel jong team die daar echt heel veel goede dingen doet. Mensen probeert te helpen en weer aan de gang probeert te krijgen. Ja. En er was één oudere meneer, Jozef Eldiek. Ja. En die, dat was een hele wijze man. Die ook als een soort mentor en als een soort vader voor dat jongere team werkte. Er waren 30, 40 mensen aan de gang daar die voor Dorcas. En allemaal jonge mensen die echt net de trauma's van die burgeroorlog hadden overleefd. En die man die wordt ziek en binnen een paar dagen is hij dood. Nou, dat kwam al even binnen. Hij was ook een soort houvast natuurlijk. Dat raakt ons allemaal. Ja, iedereen die hem kende, dat denkt, wat gebeurt hier? En dan wordt het heel persoonlijk. Dat wordt heel persoonlijk, ja. Dat lijkt mij iets wat dan ver weg is, wordt dan opeens heel dichtbij. En hoe zag je dan dat die mensen daaromheen reageerden? We waren geschokt. We waren echt ontredderd. Ja, hè? Ja, ik weet dat ik weet nog hoe de landdirecteur die daar zit, die belde me en dat het gebeurd was. En ze huilde en ze wist even niet waar ze het zoeken moest. Nee, en waar haal je het dan vandaan? Ja. Dat is in deze situatie. Ja. Lijkt mij ook heel moeilijk. Uiteindelijk hebben jullie de krachten gebundeld. Waarom? Nou, de aanleiding was eigenlijk... Er was natuurlijk al anderhalf jaar corona. Mm-hmm. Dus dat was niets nieuws. Maar wat er gebeurde op een gegeven moment... Er was echt een bepaalde omslag in een land als India. Ja. Daar schoot het opeens omhoog. En wat vooral indruk maakte... Onze collega's, we hebben een landenkantoor in India... Die belden ook en die belden gewoon onverhuilend op. Ja, hoe was die situatie daar? Ja, het was verschrikkelijk. Het virus greep om zich heen. Iedereen kende mensen in de families die corona... En ook heel ernstig, ook jongere mensen. En waarvoor dan geen bed was... Dat mensen aan het rondbellen of op Twitter van wie weet er een ziekenhuisbed met een beademingsapparaat, want anders gaat iemand dood. En de paniek sloeg gewoon toe. En waar eerder, onze collega's zijn heel wat gewend, die hebben al bij heel wat noodhulpsituaties gewoon, die komen ze in actie en dan gaan ze helpen. Maar de landendirecteur die huilde en die zegt van pray for India, want wij weten het ook niet meer. Maar is het dan in India erger dan in andere landen, Leo? Hoe kijk jij? Of het gaat, dat virus golft de wereld over. Dus werd India getroffen en op andere momenten werden andere landen getroffen. Mm-hmm. En na India komen er ook weer andere landen. Dus je ziet dat echt als een golf de wereld overtrekt. En je weet niet precies wanneer het waar toeslaat. Ja. Maar we hebben wel gezien, India was natuurlijk een groot land met heel veel hele ernstige gevolgen. Mm-hmm. Maar we hebben het ook gezien op kleinere schaal in Ethiopië. Ethiopië is natuurlijk wat kleiner land, maar nog steeds meer dan 100 miljoen mensen. Wat Ankie vertelde over het team in India, wat zij aan de telefoon kreeg, dat hebben we ook meegemaakt in Ethiopië. Dat het grootste deel van het team ziek was. En dat de landendirecteur echt ontredderd was. Van hoe moet ik nou verder? Ja. Ik, mijn team is weg. En ik moet hier nog zoveel dingen doen. Ja, en je hele team is uitgevallen. Dat komt wel echt binnen, hoor. Dat komt binnen bij collega's. Dat komt binnen bij andere landendirecteuren. Dan denk ik, zo heftig kan het dus zijn. Nou, en dan zie je om je heen allerlei dingen gebeuren. Impact. En dan zie je dat in je eigen team het ook gebeurt. Nou, en dan om dan gewoon tegenwoordigheid van geest te houden en toch aan de gang te gaan. Ja, ik heb daar groot respect voor. Ja, maar hoe helpen jullie dan op dat moment daar? Hè? Zelfs als dan misschien wel de helft van je team er niet meer wegvalt. In dat opzicht, hoe helpen dat de anderen gewoon harder gaan werken en dat ze gewoon de boel weer oppakken en toch aan de gang gaan. Met lokale partners of met wie dan ook die dan in positie is om dingen te doen.
Okay. Dat gebeurt gewoon. Dus mensen zijn super gemotiveerd om toch aan de gang te blijven. Maar tegelijkertijd merk je dat de emoties heel hoog zitten. Precies, ja. En dat was ook wel bijzonder. Ik weet nog, de eerste campagnebijeenkomst voor het Christelijk Noodhulpklussen zit Dorcas aan in de Red een Kind en ook Zoa wordt inderdaad een tierfund en Eo met de daad. Ja. En dat we ook bij elkaar zijn eerst een paar van dit soort verhalen uitwisselden. En toen op een gegeven moment zei van, laten we hier eerst maar eens voor gaan bidden. En dat heb ik nog niet eerder meegemaakt, dat we daar zo door geraakt waren. Ja. Dat we zeiden, maar nu weten we het eigenlijk niet zo goed meer. En nou, daarna dan herpak je en dan weet je natuurlijk best wel wat je moet doen. En dan ga je kijken van waar hebben mensen zitten, waar hebben teams zitten, waar kunnen we inkopen doen, waar is de nood het hoogst, waar hebben we goede contacten met de gezondheidszorg en met de overheid. Ja. En dus dan gaat het gewoon weer lopen. Maar dat moment weet ik nog heel goed. Dat, en dan kom je even echt bij elkaar en kom je tot een soort bezinning en dan bid je echt voor... En je merkte dat mensen daar heel veel behoefte aan hadden. Hè? Ja. Ik bedoel, we hebben op een gegeven moment elke woensdagmorgen hadden we alle landendirecteuren op het scherm. En gewoon om ervaringen uit te wisselen. Kijk. En dat is dan weer gelukkig dat we dat konden doen met de techniek. Zeker. Maar elke woensdag ook ervaringen uitwisselen, met elkaar bidden. Van, ja, bid je hoe dan, komen we hieruit? Ja. Hoe gaat dit nou? Hoe gaat dit verder? En echt, dat je echt met je handen in je haar zat werkelijk. Van hoe moet dit? En dat is eigenlijk nog steeds niet over. Hè? In de zin van, als weer zo'n golf een land treft, dan... Ja, want hoe zien jullie daar in de toekomst? Hè? Is er nog hoop? Is er hoop? Er is altijd hoop. Altijd hoop. Een christen heeft altijd hoop. Dat is, dat kan niet anders. En tegelijkertijd moet je de zwaarte van het probleem als het zo'n land treft niet onderschatten. He, dus er is altijd hoop en er is ook altijd er is ook een probleem. Ja. En dat probleem moet je niet bagatelliseren. Nee. En je ziet dat dan komt het op en dan gaat het weer naar beneden en dan komt het weer een ander land weer op. Maar dan heb je wel weer even ademruimte. Precies. En je merkt dat mensen dat ontzettend nodig hebben, die ademruimte. Ja. In de samenleving, maar ook in je team. Ja. Ankie, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Heb je, vanuit Red een Kind? Ja, weet je, dan leer je ook echt wel van elkaar. Hè. Dan, er zijn landen die zeggen, morgen gaat het altijd beter. Zo'n uitdrukking van, het komt wel weer goed. En, dan kun je ook weer maar ik denk dat je dat ook wel vast moet houden. Ja, anders is precies. Het niet doen, denk ik. Nou, en ook dat uiteindelijk heeft God de wereld in zijn hand. En, precies. Daarbinnen hebben wij dan een heleboel taken om te doen. En dat moet je zo goed mogelijk doen. Maar dan, soms kun je ook niet anders dan, God zeg het maar. Ja. En, geef je over. Surrender. Je wordt wel erg afhankelijk. Ja. Dus dat merk je ook. Dat leer je dan ook wel weer in zo'n crisis. Dat weet je altijd al. En dan, het is wel vaak door me heen gegaan. Van, God heeft de wereld in zijn hand. En, En ook daar toch wel weer in vertrouwen. Ja, uiteindelijk komt ook, het goed. Maar de realiteit niet... niet ontwijken. Ik bedoel, wel gewoon in de ogen aankijken. Maar, en doen wat je moet doen. En dat zo goed mogelijk doen. Ja. Nou, ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit voor mij mooie gesprek. Ik hoop voor de kijkers thuis ook. Ik denk het vast wel. Ben je nou geraakt door het verhaal van Leo en Ankie? Dan kan je op de website meer te weten komen over de campagne in India. Dorcas.nl/corona.